Yo mensen van mijn kanaal, welkom bij deze gloednieuwe video. Mijn naam is Pascal en vandaag ga ik een tutorial maken over een thumbnail. Hoe je eigen thumbnail kan maken. En we houden het simpel, dus ja, niet simpel. Ja, gewoon makkelijk. Als het ja, zelf goed kan. Ik kan het voor geen meter, maar door zelf iets te proberen kan het wel. Maar vandaag gaan we even een simpele Minecraft thumbnail maken. Hier zie je een pakketje, dat gaat dus een style wat je kan downloaden. Link gaat in de beschrijving als je hem ook wil hebben. Ik kan allemaal styles kijken, dus bijvoorbeeld kies er eentje uit hier zo, dan kopieer je er eentje. Maar even simpel, we gaan naar nieuw, 1280x720, dat is gewoon HD. En dan, ik ga naar place, en dan zoek ik even een plaatje uit. Ga ik naar even achtergrond, Minecraft is achtergrond, gewoon even simpel, Minecraft, ja. En dan doen we even Ctrl-min om even te verkleinen. En doe je shift en dan doe je een beetje recht, want shift maakt het plaatje niet zo ja, ingedrukt, snap je wel. En doe de andere kant ook even, een beetje voor de zekerheid, want anders komen er dingetjes. Klik hierop weer en dan place, of gewoon ja, op dat dingetje zo linksbovenin, links, hier ergens onder mijn borden zit hij. En ja, dus een beetje leeg, natuurlijk, geen thumbnail. Wat doen we dan? We doen nog een place. En doen we gewoon even kijken. Minecraft logo. Hou even simpel. Doe even een shift. Doe even verkleinen. En dan. Ja, een beetje verkleinen. Doe een beetje zo zetten. En dan. Ja, dan klik ik gewoon weer op dit ding. En dan place. Of een enter als je het wilt. En dan doen we het even zo. Pak even een tekst. De tekst ding erbij. En type bijvoorbeeld, wat voor serie is het bijvoorbeeld, het is een survival serie. Dan type survival in en dit is super lelijk. Dus we moeten sowieso even wat groter maken. Kijken, 72 doen we even op 90. Oftewel op 110. Dit vind ik wel mooi zo. Maar tekst super lelijk, wat je doet. Dan krijg je hier op de file. Nee, dat is hier zo, naar de link in de beschrijving, kun je downloaden. En dan klik ik bijvoorbeeld even, kijk wat ik zou nu doen. Doe hot pink, gewoon ben gay, punt. Nee, ben ik gay. En dan klik je hier op copy layer style, dus kopieer je dat. Dan ga je terug naar een, ja, eigen thumbnail file. En dan klik je bij survival, rechtermuisknop. En dan doe je hier, even kijken wat er staat. Paste layer style. Nou kijk, dan ziet er veel mooier uit. Veel mooier. En dan een beetje de aanpassing, dan kun je met Ctrl-T doen. En dan kan je bijvoorbeeld zo doen. Dat vind ik wel leuk zo. Apply. En dan kan je een beetje zo zetten, een beetje schuin. En misschien kun je de afbeelding wat nog iets vergroten, de tekst. Want er is nog totaal niet te lezen, dus ook gewoon 30. Zo goed zo. En dan doe ik bijvoorbeeld nog een tekst toepassen. Van ja, je weet wel altijd bij een tekst van een video. Gaat er Minecraft Skywars, hashtag nog wat bijvoorbeeld. En dan van dit gaat niet goed. Dus doe ik even wat van. Vol met monster doe ik even. Nee. Old school. Dan doe ik bijvoorbeeld even zo. Old school. En dan doe ik ook even een iets kiezen. Fire vind ik ook super vet. Doe ik even hier copy layer style. En dan gaan we terug naar de eigen file. En doe je weer hier paste layer style. En dan heb je ook weer een heel mooie tekst. Doe een Ctrl-T. En dan ja, kan je een beetje neerzetten. Een beetje ook heel vet. De stick heet bijvoorbeeld Old School Survival. Kijken, Old School. Old school survival. Dan doen we even aanpassen dan. Misschien is het wel echt een leuke serie om een keer te doen dan. Kijk, doen survival. Ja, survival mag ik even meeslepen? Nee. Zo wel. En dan doen we survival een beetje naar beneden zetten. Doen we old school weer boven zetten. En dan doen we ook een beetje Ctrl-T. Een beetje zo zetten. Dat is ook hartstikke vet. Apply. En doen we survival weer bij pakken. En zetten we daarboven. Of nou laten we Ctrl-T doen.
spreken zo zetten juist. Old, old school survival. Dat was vet. En dan moet je toch ja, iets hebben nog als tekst. Bijvoorbeeld van ja, als titel. Als voor Minecraft was hashtag 1 en dan daarachter. Dan komt nog van wat ik ben dom. En doe bevat van. Nou, dit is gewoon een nieuw Minecraft serie. Als je een nieuw Minecraft serie hebt, dan doe je gewoon nieuw begin. En dat doen we wel groen dan, dat vind ik wel leuk. Een beetje hier zo zetten. En dan gaan we weer terug en dan kun je even lezen. Je mag zelf weten wat je maar wilt. Hoef niet mijn naam te apen, hoef allemaal niet. Dan kies je green. Kijk of green kan vinden. Green, kutbeugel. Green. Kijken, dan doen we copy layer. Copy layer style en doe je bij een nieuw begin. Paste layer style. En dan heb je eigenlijk een goede thumbnail. Ja, ik vind het echt vind ik vet. Het is ook een nieuw stijl. Ik doe het op mijn kanaal en zo. En ja, hashtag 1, hashtag 2, de aantal video's. Doe gewoon nog wat. Doe gewoon hashtag 1. Logisch. En die moeten echt groot maken, anders is het niet te lezen. Want het is maar echt zo'n klein balkje voor je een video aanklikt. Dus dat moet wel. Kijk, 125. Kan dat niet? Zeker, moet wel 135. Oh, dat is een beetje te groot. 135. Of een beetje 150. Oké, okay, 150 is goed genoeg, vind ik. En dan gaan we naar layers. En dan kies ik deze keer een yellow uit. Yellow. Zal ik even yellow vinden? Kijk, ik heb alle hier staan. Ik moet toch even yellow zoeken. Yellow. En dan doe ik precies hetzelfde copy style. En dan doe je bij hashtag 1, doe je gewoon paste style. En ja, zo kun je makkelijk een banner maken. Vond je deze video leuk, geef een blauw duimpje omhoog. Wil meer tutorials, laat zeker in de reacties achter. Waarvan ik een tutorial moet maken, dan kan ik daarmee helpen. En dan zie ik je volgende keer bij een nieuwe video. Abonneer op mijn kanaal, helemaal vergeten. En dan zie ik je volgende keer, later.